video. Je kunt het al aan de titel zien. Vandaag heb ik voor jullie een mega Zara try-on shop vlog. Ik heb hier 4 pakketten naast me liggen. Ik kan het niet eens optillen, zo zwaar is het allemaal. Ik heb mega veel zin om deze video voor jullie op te nemen. Heb jij nou net als ik ook al zoveel zin in de video en wil je vaker shoplogs op mijn kanaal? Doe vooral een duimpje omhoog en dan wens ik je heel erg veel kijkplezier. Het heeft best wel een aantal weken geduurd voordat alles binnen was, maar alles is binnen en nu kan ik het eindelijk aan jullie laten zien. Ik ga er weer lekker snel doorheen. Ik ga ook weer alles aandoen voor jullie en dan kunnen we allemaal goed bekijken hoe het allemaal zit en wat ik er nou van vind. Ik begin eventjes met het eerste pakketje. Ik heb jullie even wat verder weggezet zodat ik de items wat beter kan laten zien. Maar dit is het allereerste item. En dit is een leuk spijkerjurkje met van die hele erge gepofte mouwen. Aan de achterkant heeft hij zo'n rits. En hij heeft hier aan de voorkant ook een V-hals. En dit jurkje heb ik besteld in maat S en hij kost €39,95. Dit is het allereerste item van de shoplog. Ik weet niet zo heel erg goed wat ik ervan moet vinden. Echt, ik vind het zo lastig. Ik vind dit ook wel weer heel erg mooi. En zo sluit hij aan de achterkant. Volgens mij sluit hij ook gewoon mooi aan. Ja, laat even weten wat je ervan vindt. Wat zal dit dan zijn? Oh, hier ben ik zo benieuwd naar. Ik heb een mom jeans besteld. Ik hoorde zoveel goede verhalen over de mom jeans van de Zara. Dat ik gewoon met eigen ogen wilde zien hoe die broek zou staan bij mij. En of die leuk zou zijn. Dit is de Classic Momfit High Rise enkel lengte. Dus hij is wat korter dan normaal. En bij mij zal dat waarschijnlijk helemaal perfect zijn. En hij zit dus heel erg hoog. Ik heb maat 36 besteld en hij kost €29,95. Dit is een mom jeans en ik vind hem fantastisch. Hij zit super lekker. High-waisted. Het is precies mijn lengte. Hij hoort waarschijnlijk wat korter te vallen, maar bij mij zit hij gewoon precies goed. Zo zit hij van de achterkant. Ik vind hem van de achterkant ook heel erg leuk aansluiten. Ja, ik ben hier heel blij mee. Ik denk dat ik deze ook wel echt zou winnen in meerdere kleuren. Zo ziet hij eruit wanneer ik de broekspijp een beetje heb opgerold. Nog veel leuker vind ik persoonlijk. Zara is trouwens echt één van mijn favoriete winkels. En ze hadden zoveel leuke dingen dat ik het gewoon niet kon laten. Nou, daar gaan we dan. Dit is waarschijnlijk gewoon een normale bestelling, zeg maar, in zo'n doosje wat mensen zouden bestellen. En wat doe ik? Ik bestel zoveel dat ik gewoon 4 dozen krijg. Ik word hier helemaal vrolijk van. Het is allemaal zo mooi ingepakt en ik word gek van dit shirt. Hij zakt heel omhoog. Dit is het eerste wat ik uit het doosje haal. En dit is echt een ontzettend mooie leuke blazer. In een hele gave blauwe kleur. Hij heeft hier zakkenknopen. Ik heb maat XS. Hij is €49,95. Ik vind dit echt een super mooi jasje. Zoiets had ik nog niet en wilde ik heel erg graag. Ik vind dit een geweldig item. I love it. Dan hebben we hier een ontzettend mooi jurkje. Ik vind deze er heel erg leuk uitzien. En blijkbaar heeft hij een ring. Dat wist ik niet. Ik denk dat dit echt heel leuk gaat staan. Het is maat S en hij kost €39,95. Ik vind dit jurkje echt super leuk. Hij zit echt heel erg lekker. Lekker dun stofje. Mooie kleurtjes. Leuk met dat riempje. Zo zit hij van achteren. Dan is dit het laatste uit deze doos. En hier was ik echt super excited naar. Dit jurkje vind ik helemaal geweldig. Met al die stipjes en dat kleurtje is heel erg leuk. Dit is maat S, €29,95 was die. Dit jurkje vind ik ook heel erg schattig. Ik twijfel alleen een beetje of het wel bij me staat. Ik weet het niet helemaal. Ik vind hem zo leuk en daarom wil ik hem ook houden. Maar aan de andere kant denk ik van, past dit wel bij me of zo? En ik vind het een beetje jammer dat hij hier een beetje afzakt. Het zit een beetje te los of zo. En dan is het nu tijd voor het moment van de waarheid. Het mega pakket. Hier word je toch vrolijk van.
Nou, ik in ieder geval wel. Dit is het eerste wat ik uit de grote doos pak. En dit is weer een heel erg mooi leuk jurkje. Ik vind die kleurtjes geweldig. Die details hier, dat gekrompelde weer. En dan die ruffeltjes aan de onderkant, ruffeltjes aan de mouwtjes. Ik heb maat XS, hij kost €49,95. Deze jurk vind ik echt super mooi aansluiten. Hij zit alleen wel een klein beetje strak aan de onderkant. En ik ben een beetje bang dat als ik ga lopen dat je bijna mijn kont ziet. Want hier is mijn kont en het zit echt letterlijk hier. Dit shirtje vind ik ook echt zo leuk eruit zien. Dit is een maatje S. Hij kost €19,95. Ik vind de kleuren super mooi met dat paars. En het is een gepoft shirtje en dan wat cropped. Ik vind dit shirt fantastisch. Hij zit heel erg lekker. Dit is echt een heel erg schattig topje met allemaal stipjes. Ik heb mijn XS en hij kost €15,95. En hier heeft hij ook weer zo'n heel erg mooi detail. Super cute topje. Wel een beetje lastig om aan te krijgen. Hij zit in ieder geval nu wel prima, maar het was echt heel lastig om hem aan te krijgen. Ik vind dit heel erg leuk. En aan de achterkant kun je hem hier zo vastknopen, maar dat heb ik nu even niet gedaan, want ik heb even niemand bij de hand. Maar verder vind ik hem heel leuk en het stofje is super zacht. Dit shirtje ziet er heel erg apart uit. Het kleurtje vind ik heel erg mooi. En hij heeft weer echt een hele grote gepofte mouwen. Dat is nu helemaal mode. Het is maat S en hij kost €22,95. Ik vind deze top echt geweldig. Hij is ook niet te kort. Dat vind ik ook wel fijn. Want als het shirt echt tot hier is, vind ik het ook niet chill. Dit is het volgende item en dit is een blouseje. En deze is dus van de kinderafdeling, want ik ben best wel klein. Ik ben 1,60 en qua topjes en soms broeken pas ik gewoon nog van de kinderafdeling. Dit is maat 164, hij kost €17,95. Zoals jullie kunnen zien, het blouseje past perfect. Ja, ik vind het echt een heel leuk stoer blouseje. Nou, dit jurkje. Die zag ik de hele tijd voorbij komen toen ik online aan het shoppen was. Elke keer toen ik weer ergens zat op mijn pagina van deze weer voorbij dat ik hem wel moest kopen. Hij ziet er echt minuscuuls uit. Maar als je hem aandoet gaat dit natuurlijk helemaal uitrekken. Hij heeft ook weer van die gepofte mouwen. En ik denk dat dit wel echt super tof staat. Het is maat XS en hij kost €29,95. Ik vind het een heel erg mooi jurkje. Hij zit super lekker. Ook aan de achterkant vind ik dat hij heel erg mooi aansluit. Oh, weer zo'n ontzettend leuk jurkje. Ik denk dat jullie wel zien dat ik van de jurken zou. En vooral die jurkjes met dit gedoe. Ik weet dus helemaal niet of daar een naam voor is. Maar het is zo'n geript en soort van gekrompachtig. Nou, ik vind het helemaal leuk. En dit printje vind ik ook super leuk. Het is maat XS en deze kost €59,95. Dit jurkje vind ik echt zo leuk. Mijn moeder kwam toevallig net binnen en ze zei, oh, wat leuk zeg. Dat is echt grappig. Ja, hij zit echt mega leuk. Hij zit ook goed. Hij is niet te kort. En hij sluit mooi aan. Ik vind het kleurtje ook heel erg mooi. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Het volgende is deze jurk. Ik vind het echt een heel erg leuk kleurtje. Dat felle rood-oranje. En dan heb je hier weer zo'n mooi detail. Hij loopt wat wijder uit. Het is maat S. €39,95 kost die. Dit jurkje vind ik heel erg leuk. Maar ik vind hem niet helemaal bij mij passen helaas. Ik denk wel dat hij een stuk leuker is als je bijvoorbeeld een riempje om de taille heen doet. Want nu is hij niet zo flatteus. Het kleurtje vind ik wel heel erg mooi. Maar het is toch niet helemaal mijn ding helaas. Dan hebben we hier een heel erg schattig shirtje. Zo kan je hem dragen denk ik en zo. Hij heeft echt een hele leuke print. En dit vind ik ook heel schattig, dat kant hier aan de bovenkant. Ik heb maat XS en hij kost €25,95. Ik ben echt verliefd op dit shirtje. Alleen het enige nadeel vind ik, ik weet dus niet of het zo hoort. Maar je ziet dat hij zo zit bij mij en ik weet dus niet of dit hoort of dat je hem dus zo moet dragen. Ik denk dus zo. Maar kijk, ik doe één keer een beetje zo. En het zakt gewoon zo af.
Het volgende is dit hele leuke cropped shirt. Ik zit ook heel veel op TikTok trouwens. En daar doen mensen ook heel veel van die Zara shop los. En bijna iedereen laat elke keer hetzelfde zien. Volgens mij heb ik deze ook wel eens voorbij zien komen. Het is maat S. 15,95 is die. Ik vind het een heel erg mooi shirtje. Hij schijnt niet door. Dit is een heel erg fijn stofje. Alleen denk ik dus dat je hem zo moet dragen. En bij mij gaat het natuurlijk weer niet. Want ja, nu zit hij prima. Maar net liep ik dus en toen zakte die weer zo. Dus dat is een beetje jammer. Verder vind ik hem wel heel erg gaaf. Kijk, dit bedoel ik dus. Dat is een beetje jammer. Maar hij is wel heel erg leuk. Het volgende shirtje is denk ik bij de meesten wel heel erg bekend. Echt, volgens mij heeft de halve wereld dit shirt. Ik vind hem in ieder geval helemaal geweldig. En hij is ook nog eens super goedkoop. Maat S, hij kost maar 7,95. Nou, het shirtje waar TikTok helemaal mee vol staat. En I love it. Ik vind hem heel erg leuk. Hij is lekker cropped. Hij zit, oeh, dat was een spin. Met van alles te combineren. Dus dit is echt een must have. Het shirtje van net heb ik ook nog in een hele mooie blauwe kleur besteld. Ik vind deze kleur echt fantastisch. Dit shirtje vind ik ook weer heel leuk. Natuurlijk gewoon hetzelfde als de zwarte. Het volgende is de welbekende Zara body. Ik hoorde hier zoveel goede verhalen over dat ik echt zoiets had van die moet ik ook hebben. En hij voelt zo zacht aan. Het is met S, hij is 12,95. Deze body vind ik heel erg lekker zitten. Alleen hij schijnt heel erg door. En dat vind ik een beetje jammer. Ik weet niet of jullie het zien. Maar er zit soort van een shirtje achteronder. En je ziet echt die streep daarvan. Maar ja, dat vind ik gewoon een beetje jammer. Want verder vind ik het wel echt zo'n mooie body. Is dit het volgende en dit is een groen topje. Ik weet niet of dit leuk gaat staan, maar we gaan het zien. De kleur vind ik in ieder geval wel heel erg mooi. Het is maat S en hij kost 7,95. Dit topje vind ik wat minder. Ik vind het kleurtje heel erg mooi, maar hij is super lang en ja, het is toch niet helemaal mijn ding. Dan heb ik hier een topje en hij heeft een beetje zo'n printje met van die kleine streepjes. Het is met S en hij kost 7,95. Ik vind het een erg leuk topje. Hij zit lekker en ik vind het leuk dat hij een beetje dat gedetailleerde streepje heeft. Alleen vind ik hem wel een beetje aan de grote kant of zo. Dat zal wel horen, maar ja, dat maakt hem dan toch voor mij iets minder leuk. Dan een tie-dye shirt. Nou, dat kan natuurlijk niet missen in mijn kledingcollectie. Ik heb ook al tie-dye shirts met echt felle kleuren. Maar deze vond ik echt heel erg gaaf dat het gewoon zwart met wit is. Het is maat S en hij kost 5,95. Dit t-shirt vind ik echt super leuk. Hij is natuurlijk ook heel erg goedkoop. Dat maakt het al helemaal top. Ik vind het gewoon heel erg gaaf, een tie-dye shirt. En vooral deze kleuren. Ben ik nu al verliefd op. Het is een broekje, maar het lijkt een rokje. Ik vind het kleurtje helemaal fantastisch. Hij kost 19,95. Het is met S. Ik ben echt helemaal verliefd op dit item. Het zit zo lekker en ik vind hem ontzettend leuk. Het is dus een broekje, maar het lijkt dus net of je een rokje aan hebt. Het enige nadeel is dat je een beetje mijn kont ziet. Maar dan trek ik hem gewoon een beetje naar beneden. Het volgende is dit hele leuke korte broekje. Het is maat 36. Aan de onderkant heeft hij zo'n ruffeldetail. Hij kost 19,95. Ik vind het een heel erg leuk broekje. Alleen helaas komt mijn kont er echt heel erg onderuit. Ja, ik vind het gewoon heel erg jammer. Want ik vind het zo'n leuk broekje. Maar wanneer je zo'n groot gedeelte van mijn achterwerk ziet, vind ik het niet meer chill om daarmee over straat te lopen. Dus helaas, pindakaas. Wow, wat hebben we hier? Een Separate Kaya in Dreamy Blue High Rise. Nou, dit moeten we even aanzien. Dit gaat of echt totaal niet staan of heel erg mooi. Het is maat 36. De prijs staat er niet op. Deze broek zit echt super lekker. Alleen hij is echt te groot. Dus wil je hem ook? Hij valt echt wel een maat groter. Ik baal er heel erg van, want de lengte was mooi. En ik vind dit een hele leuke broek. Het
volgende is deze broek. En dat is een hele wijdvallende broek. En dan lijkt het misschien ook wel een soort van een rok of zo. Ik vind het een heel fijn stofje. En ik had hier ook een topje bij besteld. Dit is het topje die erbij hoort. Ik ben super benieuwd of mij dit gaat staan. Dit is maat S. Hij kost €12,95. En de broek is ook maat S en die kost €19,95. Ik vind dit pak zo gaaf. Alleen hij is een beetje aan de lange kant. En ik twijfel een beetje of ik hiermee op straat kan. Ik weet niet wat het is. Ik vind het super mooi staan. Maar aan de andere kant heb ik weer zoiets van, ja, als ik het hou, ga ik het dan wel dragen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Vinden jullie het mooi bij mij staan? Let me know. Verder sluit ik wel gewoon heel erg leuk aan. En ja, ik vind het echt een heel lekker luchtig stofje. Dan heb ik de welbekende body natuurlijk ook in een zwarte kleur. Want zwart is een kleur die ik heel erg vaak draag. Maat S, €12,95. Deze body zit echt super fijn en er schijnt niet door. Ja, ik vind het fantastisch. Ik ga deze waarschijnlijk heel erg vaak dragen omdat het met van alles te combineren is. Dus dit is echt een aanrader voor iedereen die nog een heerlijk zittende body zoekt van de Zara. Deze is echt top. Dan hebben we hier een jurk. Ik heb nog niet heel veel oranje items. Volgens mij heb ik überhaupt geen oranje items. Want met Koningsdag wilde ik wat oranjes aan, maar ik had gewoon niks oranje. En toen zag ik deze jurk en ik vind hem echt fantastisch. Het is maat S, €19,95. Ik hoop niet dat hij te lang is voor mij. En ik hoop ook dat hij überhaupt gaat staan. Ik vind dit echt een hele mooie jurk. Hij is heel lang, maar hij sluit super mooi aan. En hij zit heel lekker. Ik vraag me alleen een beetje af of hij doorschijnt. Jullie zien het nu. Ik zie het nu niet. Dan heb ik dit shirtje. En deze heb ik natuurlijk net al laten zien in twee andere kleuren in zwart en blauw. Maar dit kleurtje kon ook niet missen. Die shirtjes zijn dus best wel cheap. €7,95 vind ik echt niet zo duur voor zo'n leuk shirt. Maat S. En deze kleur vind ik mezelf altijd wel heel erg mooi staan. Dus ja, ik kon niet kiezen uit die kleuren. Dus ik dacht, ik neem ze alle drie maar gewoon. Dit vind ik echt de mooiste kleur van de drie t-shirts. Ik vind ze alle drie heel erg leuk. Maar ik vind dit gewoon echt een hele mooie aparte kleur. Dan hebben we nog een broek. Een high-rise full length. Oh shit, full length. Ik denk dat ik dit niet ga passen. Oh, hier heb ik niet over nagedacht. Dat die waarschijnlijk veel te lang gaat zijn. Het is maat 36. Hij kost €39,95. En jullie gaan nu zien of dit mij gaat staan. Of dat het veel te lang is. Deze broek zit helaas voor geen meter bij mij. Hij is echt veel te lang. Zo zit hij van de achterkant. Nee, dit is hem niet. En dan hebben we nog een broek. Ik heb namelijk altijd een struggle met broeken. Dus ik dacht, ik bestel er gewoon even een paar. En dan zien we vanzelf wat wel en niet staat. Want als ik er gewoon één bestel, dan is de kans groot dat het helemaal niet gaat passen. Dit is maat 36, hij is €39,95. Oké, zo'n high-waisted broek heb ik letterlijk nog nooit aan gehad. Hij zit echt mega hoog. Waardoor de lengte wel goed is. Alleen hij is weer veel te groot hier aan de taille. Zo zit hij van de achterkant. Volgens mij zit hij daar wel prima. Maar het is niet helemaal mijn broek. Dan heb ik nog een kort broekje besteld. Maat 36 en hij kost €19,95. En ook weer dat hij zo een beetje kapot is aan de onderkant. Dit broekje vind ik echt super leuk. En hij zit heel erg lekker. Alleen van de achterkant zie je helaas weer gewoon een te groot gedeelte van mijn achterwerk. Zoals je kunt zien. Echt zo stom dat dat gewoon elke keer is. Want van de voorkant zit hij wel gewoon perfect. Alleen ja, van de achterkant, mijn kont is gewoon te lang. Nog drie items te gaan, jongens. Ik zei het, mega Zara shoplog. Volgens mij heb ik deze broek net ook al laten zien, maar dan in een andere kleur. Het is weer de Taproot Kaya in Dreamy Blue. Het is maat 36, de prijs staat hier ook weer niet op. Ik vind deze broek heel erg leuk, alleen hij is weer ook veel te groot. Vooral hier aan de achterkant, zoals je kunt zien. Dus ook deze broek valt echt een maat groter, neem een maat kleiner. Qua lengte is die wel gewoon hartstikke leuk. De laatste item is dit en ik vind dit helemaal leuk. Dit is zo'n schattig rokje. Of is het een broekje? Even kijken. Het is er weer een broekje en het lijkt een rokje. Nou, dat vind ik eigenlijk heel erg chill. Want als je dan loopt en er komt wind,
hoef je tenminste niet zorgen te maken dat iedereen je blote kont ziet. Want als dit ding zo in de lucht vliegt, dan zie je gewoon het onderbroekje. Oh, dit is trouwens van de kindermaat. Dit is 64. En hier staat ook de prijs helaas weer niet van op. Ik vind het echt een heel erg leuk rokje, broekje. Aan de achterkant is die wel een klein beetje te kort, maar het gaat net. Dus als ik gewoon even oplet wat ik doe en hem gewoon een paar keer naar beneden trek, is helemaal prima. Hij heeft lekker veel stretch en ik vind hem echt super leuk. En dan is dit het allerlaatste item. Dit is een zonnebril in een hele mooie koker. Ik wilde heel graag een nieuwe zonnebril. En toen zag ik deze dus van de Zara en ik vond hem heel leuk. Ik ben benieuwd of die staat. Oké, dit is de zonnebril. Hij is alleen echt veel te groot. Ik heb maat M besteld. Ik weet niet of ze ook een kleinere maat hebben. Ik denk dat die uitverkocht was op de site. Maar ik ben bang dat ik deze terug moet sturen. Want dit is echt... Ja, zo ziet het er misschien uit. Ik kan het ook echt niet zien. Laat even weten wat je ervan vindt. Of die leuk is. Ik vond net een beetje zo'n spion of zo. Hij kost in ieder geval €29,95. En toen waren we alweer aan het eind gekomen van de Mega Zara Try-On shoplog. Laat eventjes in de comments weten welk item er voor jou echt uitsprong. Ik vond het weer ontzettend leuk om dit voor jullie op te nemen. Wil je vaker shoplogs? Doe vooral een duimpje omhoog. Dan weet ik dat jullie het leuk vonden. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei doei!